Oké. Au. Welkom en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Heel erg leuk dat jullie allemaal weer bij zijn vandaag. Ik ben inderdaad in mijn blootje. Nou ja, niet helemaal hier beneden, maar ik zit gewoon lekker in mijn onderbroek. Ik kom echt letterlijk net uit bed. Dat komt omdat ik werd wakker vandaag. En toen dacht ik, oh, wat ga ik eens even doen? En toen dacht ik... Nee, dat zijn niet mijn oksels. Dat ruikt niet zo lekker. Toen liep ik naar de woonkamer, was Dave pannenkoeken aan het maken. Oh, zo lekker. Dus toen ben ik gewoon in mijn onderbroek meteen uit bed gaan, pannenkoeken gaan maken. Toen heb ik zoveel energie gekregen van mijn ontbijtje, dat ik dacht, ik ga lekker editen. Dus toen ben ik gaan editen en ik ben net klaar met de video editen. En toen dacht ik van, yo, ik ga nu gewoon meteen Minecraft opnemen met Ronald. What the? Yo, dus nu zit ik hier nog steeds in mijn onderbroek gewoon zo van, yo, chill, het is vrijdag, het is weekend. Laat allemaal maar lekker gaan. Ik vind het gewoon helemaal top. En ik heb een hele toffe reactie gekregen van Flash. Dat is een serie die jij sinds kort kijkt, toch, Ronald? De Flash is leuk, ouwe. Ja, dat Flash is echt is heel gaaf. Vet. Ja. Dat is, wow, dat zag er echt sick uit, dat paars wat je weghaalde. Dat zag er echt heel erg vet uit. Ja. In ieder geval, Flash is een of andere superheld, net zoals Iron Man, Spider-Man... Ronald Man, Enzo Man. Precies. Allemaal verschillende superhelden. En Flash zegt het volgende. Dit is geen grap. Slechts 55% van de mensen kan dit lezen. Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan. Het enige wat belangrijk is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen, maar het woord als geheel. Like als je dit kon lezen. Dit is zo bizar, maar ik heb dit is de eerste keer dat ik het lees. En ik heb gewoon alles perfect kunnen uitspreken, terwijl het er inderdaad niet goed staat. Echt? Ja, dit is zo bizar. Ik ga een klein stukje hiervan, ga ik eventjes typen in de chat, en dan moet je dat maar oplezen, oké? Wat zeg ik daar? Ronald is de beste. maar dit is wel hoe het hoort. Ja. Ik denk wel dat ik het in één keer kan lezen, want ik weet ongeveer wat het is. Want dat klopt inderdaad. Als de eerste letter en de laatste letter gewoon normaal zijn, op de goede plek en de rest is allemaal random, dan kun je het gewoon lezen. Ja, dus ik ga even een zinnetje typen. Oké, ik heb gewoon een stukje overgetypt wat ik net heb voorgelezen, maar probeer dit maar eens voor te lezen. Slechts 55% van de mensen kan dit lezen. Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan. Dat is toch bizar eigenlijk? Het is echt heel vreemd. Het is echt heel, heel vreemd. Ja, dat is echt vaag. Net zoals dit. Wat? Hoe deed je dat? Oh, dit kun je eten, ja. Hoi. Hoi, Ro. Hé, hey, waar ga je heen? Ik ga er vandoor, oké? Okay? Nee, waar ga je heen? Ah, nee, help me! Nee. Is het weer zover? Ik deed niet eens wat. Ik ga je helpen. Ik blijf... Nee. Nu gaat er ook één iemand op mij. Oh, Ronald, paniek! Ik haat enemies. Ze zijn zo sterk. God. Ze zijn ongelooflijk sterk. Kappen nou. Oh, misschien moet ik een appel nemen. Oh. Ik wil niet weer doodgaan, want ik heb ik al te veel niet. Blokken verprutst. Oh my god. Ik mag echt niet doodgaan. Ik heb 29 levels, dames en heren. Wacht, is hij dood? Nee. Ik heb een idee. Oh yes, ik heb hem gekild. En je bent weggevlogen. Ja. Maar kom hier weer heen, want we moeten hier wel weer verder. Hier is dat blokje waar we de vorige aflevering mee bezig waren. Met het erop proberen te komen. Hij zit nog steeds achter me aan. Echt? Wacht, ik ga helpen. Huh? Oh ja, ik zie het. Ronald, echt waar, jongen. Hier kan ik niks aan doen. Iemand bijgehouden wie het meest was doodgaan. En dat was ik, zei iemand. Maar ik ben serieus benieuwd of Ronald dat niet ondertussen is geworden. Hey, ik ben hier voor de gezelligheid. Oké. Ik zal voortaan even uitkijken, want ik vind helemaal niks. Ik haat Enderman. Zo. Ik ga Enderman nu niet meer in de ogen aankijken. En als ik dat doe, Enzo, moet ik een liedje zingen. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Oké, kom met me mee. Doe je helmpje weer op, want die kale kop ziet er niet uit. Ik was vroeger kaal. Was jij? Oh, shit. Oh, wat doe je? Kijk. Hier, nu gaat het supergoed. Nog maar één keer, dan is hij gewoon dood. Ik zie het. Nog één keer dan. Waar is hij? Hij is verdwenen. Oh, ik denk dat hij dood is gegaan. Ik was vroeger kaal. Jong, was jij vroeger kaal? Ja. Nou, niet meer echt kaal. Waar ben je? Wow, dit is zo vet, jongen. Hoppa. Hey, ben hier, hey. Hallo, later.
Het is zo freaky. Hey, ja. Doei hè. Hey, tot ziens. Later, de Ronald. Doei. Ik blijf, ik wacht op je. Ja, ik kom er weer aan. Ik maak een rondje. Kijk, dan kom ik weer. Hey Ronald. Ik heb je gemist. Ik heb je ook gemist. Ik ga er weer vandoor. Later. Oh, dit is zo'n anticlimax. Ja, gaat weer heel langzaam dit ook. Oké, kom. Laten we hierheen gaan. Ga je mij achtervolgen? Ja. Oké, daar komt hij. Kom met mij mee. Woo! Oh, jij gebruikt er ook al gewoon meteen een. Woo. Oh ja, nu moet ik even wachten dat jij me inhaalt. Ja, ik heb je ingehaald. Zie je me nog? Hey. Ja? Waar ben je? Ja, boven je. Oh, daar boven ben je. Hey. Yo. Kijk even zo'n confetti ding. Ja, is goed. Ja, ik zie je vliegen. Ja, het is best wel lastig om elkaar bij te houden hoor, om de hele tijd te volgen. Omdat je kan best wel in de verte zien, maar niet ver genoeg om... Ja, op een gegeven moment verdwijnt gewoon het Minecraft poppetje. Ja, dat is echt heel vervelend. Hoppa. Oké, maar we gaan gewoon deze kant op, gewoon heet het rechtdoor. Ja, we moeten dus een Elytra zien te vinden voor de 300ste aflevering, voor ook wat andere gasten. Maar laten we een beetje naar rechts gaan hier zo. Ja? Kom je met me mee? Ja, ik volg je. Oké, nice. Ja, ik zie je nog steeds. Oké, zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een kilometer van mijn schoenen afgezeten. Wat mijn mama niet gereed aan. Dat zong ik altijd met avondvierdaagse. Ja, ik ook. Niet, bedoel ik. Hey, ik heb dat geleerd van D. Ja? Ja, want ik heb dat nooit gezongen. Oh, kom hierheen. Oh, wacht. Ja? Wat is dit? Ja, ik zag in de verte een gat daarin, maar toen kwam ik dichterbij, toen werd dat gat in één keer opgevuld. Maar we gaan wel samen de goede kant op, toch? Ja, we gaan wel samen de goede kant op. Tenminste, het is gewoon een beetje wachten totdat wij ergens iets episch tegenkomen van een kasteel of zo. Ja, ik ben ook niet echt wat tegengekomen. Nee, dat valt me nog een beetje tegen. Ik had nog steeds ook gehoopt dat er wel een soort van map zou komen hier, want nu is het eigenlijk een beetje, ja, toch een beetje oneindig doorvliegen hier zo. Ja, het is zo eng, zoals dit. Ja. Gewoon creepy, man. Oh, wacht. Kijk eens even naar je Elytra. Is die nog wel lang houdbaar of val je straks? Oh, door jou! Dat is jouw schuld! Nee, hij is nog lang houdbaar. Ja, hier. Kom er maar, hier is weer rechts. Nice! Hey, zijn we hier al geweest? Nee. Hier zijn we nog niet geweest. Er is een schip, dus dat betekent meestal dat er een Elytra is. Er is een schip! Shotgun. Oh, op het puntje. Oh! Heb je het gehad? Ja, ik sta precies op het puntje. Oh, netjes ouwe. Lekker man. Oké, ik wil even zo'n ding houden. Kan ik voor mijn knolpowerpoints. Nee, vang me op Ronald. Vang me op. Hey! Waar ben je? Hier boven je, vang me op. Ik vang je op jongen, vang kom me hier. Op. Ah! Ik word weer gehit. Ik ook, ik vlieg de lucht in samen met jou. Oh, kom maar. Oh, ik ga deze eten. Hey! Wow. Oh, dat ga ik ook doen. Oké, ik ben naar beneden. Kijk, ik ben al helemaal op. Beneden. Huh? Waar ben ik? Oh mijn god, ik ben wel heel erg. Wat? Dat was heel raar. Eigenlijk? Ja, ik was helemaal op de bodem. Ja, ik was gespand bij de Elytra. Toevallig. Nee, dat is wel heel toevallig. Oh, ik ook. Kijk. Hey, maar we hebben een knoppowercoin erbij. Oh, shit. Knoppowercoin erbij. Hoppa! Ja, dit is de eerste Elytra. Omdat ik zo'n shulker had vermoord. Wow! Wat heb je? Oh. Wat heb je? Kijk die pickaxe! Oh, die is van mij. Die is zo goed, hè. Dat is gewoon... Die is nog bijna beter dan... Ja, hij heeft alleen geen fortune erop, maar die kunnen we wel erop knallen. We kunnen ruilen. Zo, hier, allemaal iron. Zo, dit is echt sick, man. Ziet maar echt... Maar dat is even die trend nummer 1, man. Ja, inderdaad. En hier, instant health, pak jij er ook maar eentje, voor als weer zo'n Enderman komt. En dan gaan we nu... Gaan we nu hier zo heen. Oh, nice. Van wat krijg je dat allemaal, joh? Van die shulkers. Ik had nog nooit eentje vermoord. Maar zullen we in dit huisje even kijken? Oh. Ja. Het is wel handig als we hier in het huisje gaan kijken. Dus ik ga hier helemaal bovenin meteen. Even kijken. Ja, is goed. Want ik zie hier beneden helemaal... Oh, wacht. Hier zijn wel die shulkers natuurlijk. Ja. Oh, die dingen kan ik kapot slaan. Oh, ik mis er één. Nee. Oh, wacht. Let op. Zoom. Ha! Curse of Binding. De diamond leggings. Oh, echt? Heb je die? Hey, die zijn wel relaxed. Ja, die zijn wel chill. Beter dan iron. Hoppakee. Waar ik ermee vast zat. Oh, kom op. Dit is zo fijn. Nee, niet nog een keer gehit worden. Oh, yes. Ik heb nice. Er is hier trouwens een zwaard met sharpness 4 en knockback 2. Huh? 5 shulkers? Dat klopt nooit. Daar heb ik al veel meer van gekilled. Hey! Kan je vliegen terwijl je dit... Oh, je kan niet vliegen. Dan moet je wachten. Mm-hmm. Wachten. 1, 2. Hoppa! Nice.
Oké, ik ben hier boven bij jou. Ga ik dat bellen? Ja, precies. Hoppakee. Okay. Oh mijn god. Oh mijn god. Je bent gered door een shulker. Oh mijn god. Nee, ik ben gered door die teddybeer. Ik ging dood. Ging je dood? Ja, ik ging gewoon dood. Ik viel keihard naar beneden. Ik probeerde te vliegen daar, maar dat lukte niet op een of andere manier. Maar je bent herboren, mijn jongen. Ik ben herboren, mijn jong. Hoppakee. Die shulkers zijn echt heel irritant. Ja, die zijn ook sterk, hè. Dat verbaast me, hoe sterk die van die zijn. En ze doen ook best wel wat damage als ze zoveel bij elkaar zijn. Ja, dat is echt verschrikkelijk, man. Oi, oi, oi. Weet je wat ook verschrikkelijk is? Karnemelk! Karnemelk? Karnemelk. Dat is echt smerig. Jij raakt er misselijk van. Ja, ik vind karnemelk... Oeh, ik heb wel eens een keer per ongeluk een slokje karnemelk gehad. Toen dacht ik dat het gewoon melk was. Ik heb wel een keertje melk gehad met klonten erin, maar die was overdatum. Oh. Ik heb dat ook eens gehad. Dat is zo smerig, ouwe. Ja, dat is echt super smerig. Dat is echt heel smerig. Die klonten... Lukt het, Enzo? Ja, het lukt wel. Ik ben gewoon een beetje omhoog aan het vliegen en deze aan het killen. Kijk eens aan. En kijk nu heb wat ik... we hier hebben. Oh, 2,5 hartje. Au, anderhalf hartje. Slaam kapot. Au. Het spijt me, je hebt nog een potion of healing. Ja, dit zijn wel goede items weer, man. Die moeten we allemaal meenemen. Wow! Er zit een sharpness 4 met knockback 2 zwart in. Dat zei ik net! Oh, sorry. Mag ik die hebben? Want ik heb... Ik ben net wakker, hè, Ronald. Hey, ik ben ook net wakker. Jij mag hem hebben, Ronald. Ja! Oh, gefeliciteerd. We brengen de wortels naar... We brengen de wortels naar Enzo Knol. We geven de wortels aan Ronald Knol. We geven de... Dat is wel mooi. Wow, jouw naam wordt veel mooier in één keer als je Ronald Knol heet. Hey, die Knol doet gewoon wat met je. Ik wil wel Knol achter mijn naam hebben. Ja, zullen we gewoon trouwen, Ronald? Ja, ik zeg ja. Dan wordt het Enzo Duck en Ronald Knol. Kun je... Okay, dan wordt het Just Enzo en Ronald Knol. Enzo, ja. Ik zeg ja. Ja. Ik zeg ja. Oh, Ronald. We hebben nu een titel, Enzo. We hebben een titel en thumbnail. Ik ga trouwen. Hey! Yes, wat een goede titel alweer gewoon. Gisteren ook al met je kanaal verwijderd. Ook een hele goede titel. En ja, vandaag alweer. Ja, ik ben de man van de clickbait, man. Ja, jij zegt altijd van die dingetjes waardoor ik een super goede titel kan doen. Daarom vind ik het ook leuk met je op te nemen. Je hebt altijd van die goede titels. En ik ben gezellig. Sla de volgende keer keihard jezelf in het gezicht. Oké. Okay. Au. Nee, ik zei de volgende keer. Niet nu. Ik heb het nu al gedaan. Nu is het vet moeilijk, want nu moet ik kiezen tussen Ronald slaat zichzelf of ik ga trouwen. Ik ga trouwen. Hey, we zitten maar een beetje grapjes te maken, dames en heren. We gaan even kijken of we nog wat kunnen betekenen hier. Kijk, je kan op die... Ja, dit ga ik mooi doen, man. Oh mijn god, dat liep nog maar net maar goed af, weet je wel. Kijk, dit schijnt dus een parcours te zijn, maar het is een super moeilijk parcours, dit. Ja? Ja, want je moet op deze rods moet je gaan staan. Oh, ik ben echt zo blij dat we de Elytra hebben met de raketjes. Dan moet je kijken hoe moeilijk dit is. Ik word nu al gewoon helemaal gek. Oh nee, ik ga de lucht in! Ja, ik ook weer. Oh, hè? Waarom teleporteerde die? Weet ik niet. Wacht, ik neem weer zo'n gore fruitstuk in. Oh, ik ben helemaal beneden in één keer. Dat ga ik ook even doen. Ik kom eraan en zo. Nice, doe dat. Oh, ik ben op de top. Nou. Op de top. Oké. Okay. Ronald aan de top, feest. Dat kan niet meer kapot. Met Ronald aan de top. Ja, maar dit moet je dus eigenlijk halen als je geen Elytra hebt, hè? Wat moet je halen als je geen Elytra hebt? Deze parcours, om helemaal naar boven te komen. Ja, dat bedoel ik. Ziek is dat, hè? Oké, hierboven is nog eentje. Hit me maar. Kom op. Ja, dankjewel. We gaan samen de lucht in. Ja, we gaan samen. Ronald, we doen vanaf nu alles samen. We zijn man en man. We zijn getrouwd. Ja. Oké, dit gaat goed komen. Yes, ik ben nog een keer gehit. Kijk, nu kunnen we... Oké, en nu hier een gat. Wow. Oké, ik ga er even vandoor, want ik word heel veel geraakt nu. Succes, jongen. Ja, hier ben ik weer. Kijk, ik kom bij jou. Hey. Hoi. Oh, sla hem kapot. Ja, maar nu... Waarom zeg je dat zo laat? Je zei het pas als hij tegen me aankwam, man. Ja, pak deze stick. Oké, ik heb hem kapot geslagen. Hier, gaan we hierop staan. Oké. Oh, dit is het wekkertje van mijn medicijnen die ik moet nemen voor mijn ADHD. verdomme, word ik nu weer geraakt? Oké, we kunnen hierboven nog heen. Ik zie daar nog twee van die stomme beestjes zitten.
Echt? Ja, woo! Dus laten we hier naar boven gaan. Hoppee. Waar zie je ze? Even kijken. Hier zo. Je hebt een brug. Even kijken. Oh, 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 oh. Kijk, hier zo beneden. Kijk, oh ja, en hier ook trouwens. Hier, kijk. Hier ook. Het is best wel moeilijk om die kleine dingetjes kapot te slaan. Oh, jij hebt daar gewoon maling aan. Ja, ja, dit is gewoon echt na man. Ik vlieg met de lucht in, man. Oh nee, nu ben ik ook weer geraakt. Oké, ik heb hem wel dood. Dat scheelt. Hoppa. Oh, ik vraag maar graf. Ik zeg dat scheelt. En toen moest ik in één keer denken, wat nou als je een schild hebt? Blokkeert hij dan dat aanvalletje? Geen idee. Dat is wel een goede vraag, hè? Oh, daar gaan wij de volgende keer waarschijnlijk achterkomen, dames en heren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Minecraft Survival aflevering. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Binnenkort de 300ste aflevering. Gaat super vet worden, hebben heel erg veel zin in. Hopelijk is Ronald er ook bij. Nee. Nee? Want dan ben ik bezig met de trouwerij voor. Ja, Ronald en ik gaan binnenkort trouwen. Duimpje omhoog als jullie dat willen zien. En ik check jullie morgen bij een nieuwe minigame. En zo niet, dan maandag bij een nieuwe survival. En zo niet, dan anders bij een nieuwe vlog. In ieder geval bij een van de andere video's. Dankjewel daarvoor. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Ronald. Want we weten nog niet of we de trouwvideo gaan uploaden op zijn kanaal of mijn kanaal. Ik denk, ik wil op mijn kanaal. Ja, anders dan doen we deel 1 op mijn kanaal, deel 2 op jouw kanaal. Oké, deal. Oké, nice. Komt helemaal goed. We zien jullie.